Sesamstraat, je bent erin. Sesamstraat. Sesamstraat, wat zie je in Sesamstraat? Je ziet elke keer al je vriendjes weer in Sesamstraat. In Sesamstraat. Prachtig, Magda. Schitterend, wat ben ik hier blij mee. Ja, dankjewel. Dat vind ik fijn, Pief. Ik vind het fijn dat je het mooi vindt. Zo, ja, en dan hangen we het daarop, hè? Ja, die spijker komt straks wel. Gaan we eerst even koffie drinken, hè? Nee. Ik hang dat schilderijtje nou op. Geef mij maar een hamer en spijkers en dan hang ik het op. Stel, je denkt toch niet dat ik niet eens met een spijker in de muur kan slaan, hè? Nou, kom dan maar op met een spijker en een hamer. Wat je wilt, Magda. Ja, oh, dat doe ik zo even, Piet. Nou, kijk eens hier. Zo. Maar zullen we dan toch maar... Nee, ga jij dan maar naar de keuken, Piet. Ik roep je wel als het hangt. Oh, die Magda. Ja, die Magda. Nou, eens even laten zien wat die Magda kan. Even kijken, hier ongeveer, hè. Oh, dat is jammer. Hé, kijk nou eens even. Die hele spijker, die staat krom. Nou... Auw, hè. Auw. Oei, zeg. Dat doet behoorlijk zeer. Waarom gaat dat dan niet in de muur? Mevrouw? Ja? Bent u misschien wat verloren? Nee, maar die spijker wil niet in de muur. Ik wou dat schilderijtje ophangen, snap je? Waarom doet zij dat eigenlijk? Ze moet Piet gaan halen. Die is altijd heel goed met spijkers. Mevrouw? Ja? Zal ik Piet even halen? Nee, ik wil het zelf doen. Ik wil zelf dat schilderijtje ophangen. Verdorie, wat doen. Piet, hier ben ik met de taart. Oh, hallo Magda. Hallo Sien. Dag Minnie. Wat is er? Nou, ik wil dat schilderijtje ophangen voor Piet, hè? Maar die spijkers willen niet in de muur. Ik sla ze al door krom. Kijk maar. Oh, ja. Zal ik het even proberen, Magda? Ach, geef maar hier. Ja, dat wil ik. Eens kijken. Maar Sien, waarom haal je Piet niet? Piet? Ja, waarom? Daarom zit hij. Die kan het misschien wel. Maar ik kan dat ook, hoor, Hinnie-Minnie. Wacht maar. Hier, Magda. Laat eens kijken. Ja. Ja? Zo. Klaar. Nu even het schilderij ophangen. Lelijke plek heb ik daar gemaakt, hè? Ja, maar daar hangen we het schilderij voor en dan zie je die niet meer. Zie je? Goed. Zo, hier is de koffie. Zo. Nou, Magda, heb jij dat toch voor elkaar gekregen? Dat heeft Magda goed gedaan, hè, Piet? Geweldig, Magda. Magda? Ja, daar hebben wij Piet niet voor nodig, hè, Magda? Nee. Ja. Maar wel voor de koffie, hè? Ja, nou, hè. Heerlijk. Graag. Nou. Oh, kijk eens, heb jij dat meegebracht? Zie. Aha. Ja. Huw, ik wou dat die loodgieter nu maar kwam. Die lekkende waterkraan, die maakt me waanzinnig. Eindelijk, de loodgieter! Goeiendag! Gulver? Vertel me niet dat jij de loodgieter bent. Goed, dat zal ik dan niet vertellen. Ik maak je kraan in orde en ga op mijn tenen weg. Heel rustig. Maar Groever, kun jij een lekkende waterkraan repareren? Tuurlijk. Je neemt een tang en hier zijn mijn tangen. Ja, nu even zien. Welke zal ik nu eens gaan gebruiken? Neem ik de grote? Of de grotere? Of de grootste? Groever, volgens mij doe je dit fout. Neem me niet kwalijk. Ik ben de loodgieter. Wou jij me vertellen hoe ik moet gieten? Nee, je kunt gieten zoals je wilt. Maar je zegt groot, groter, grootst. Helemaal verkeerd. Weet je zeker? Zeker. Kijk, zie je die tang? Die is nu wel groot. Hè? Uh-huh. Maar deze hier is veel groter. Uh-huh. Hij is langer en dikker dan de eerste. Waar? En deze hier, dit is een opa-tang. Dit is de grootste van allemaal. Zie je hem? Dit is de grootste van allemaal. Aha. Ik begin te begrijpen wat je bedoelt. Mm-hmm. Dit hier is een grote tang. Dit is een grotere.
En dit is de grootste van allemaal. Zo is het precies, loodgietertje van me. Goed, nu ik dat weet, neem ik de grootste tank hier en repareer je kraantje. Goed. Zeg, Grover, de keuken is aan die kant. Dit is geen keuken. Nee, omdat die ook aan die kant is. Aha, hier is de lekkende stoutert al. Misschien draait dat kleine ding er het beste af. Ik hoop nu maar dat hij weet wat hij doet. Aha, de kraan lekt al niet meer. Mooi. Nee, hij is meer aan het stromen. Grover, sta niet te kijken en doe er iets aan. Van lekken heb ik verstand. Stroom is niet mijn sterkste kant. Maar Grover, wat doe je tegen al dat water hier? Oh, hier Kermit, vlug zuigen. Grover! Hallo, vandaag kom ik bij een van jullie op bezoek. Ik zeg alleen nog niet bij wie hoor, dat is een verrassing. Nou, ik moet nu gaan hoor, dag. Wat zullen we maken? Eten, gaan we eten. Maar waar heb je... Gaan we eten. Ik heb wel honger. Ik niet. Nee? Nee. Maar wat ga je dan maken? En een pannenkoek. Pannenkoeken? Ja. Oh, die vind ik lekker. Ja. Ik wil wel een kopje thee. Ja? Ja, de pannenkoek is klaar. Oh, lekker. Dankjewel. Heerlijk. Zeg. Mooie fornuis. Ja? Mooie fornuis. Mooi, hè? Met mooie pannen erop. Ja. En fluitenkeuken. Ja, kunnen we thee maken? Ja. Zeg, is het niet geweldig? Kijk eens, Bert is weg. En dus nu kan ik zitten in zijn stoel en kijken naar mijn liefste programma. Ernie, ik ben thuis. Zeg Ernie. Hallo Bert. Ernie, wat is er gebeurd hier? Het is hier een bende. Ja. En je speelgoed ligt overal. Ja, maar ik was juist van plan het op te ruimen, Bert. Oh, goed. Ernie, wat is dat? Is dat een bananenschil in je hand daar? Is goed gezien, Bert. Heb jij de laatste banaan genomen? Nou, kijk... En Ernie, waarom zit jij hier in mijn eigen stoel, hè? Ja, we zouden hem om de beurt krijgen en vanavond is het mijn beurt... om daarin naar mijn lievelingsprogramma te kijken. Goed dan, Bert. En luister, ik kom zo terug en als ik terug ben... dan wil ik in deze stoel kunnen zitten, goed? Heel goed, Bert. Tja, hij is tenminste de kamer uit. Maar stel je voor hoe het zou zijn... als Bert er helemaal niet was... En ik hier alleen in dit huis. Het zou geweldig zijn. Dan was alles alleen voor mij. En ik hoefde mijn speelgoed niet steeds op te ruimen. En dan zat ik in Bert's stoel en keek naar mijn televisieprogramma's. En ik speelde met zijn flessendoppen en paperclipsenverzameling. En zorgde voor zijn duiven. En speelde op het drumstel net zo lang als ik zin had.
Maar als Bert er niet was, dan had ik niemand om tegen te praten als ik met iemand zou willen praten. Eigenlijk was het misschien wat eenzaam. Want dan was ik 's nachts alleen. En hoor ik vreemde geluiden, dan zou Bert er niet zijn om te gaan kijken wat het is. En als ik eens ziek word? Maar zonder Bert zou het vreselijk in huis zijn. Goed, Ernie, nu is het mijn beurt om in de stoel te gaan zitten. Bert, zoals afgesproken, Bert, baas, vooruit. Bert, je bent terug. Bert, ga in je stoel zitten. Ik kijk naar je lievelingsprogramma op de tv. Oh ja. Luister, Bert, ik ruim hier alle rommel op. En dan ga ik je duiven voederen. En dan help je met je flessendopverzameling. En Bert, dan ga ik naar de badkamer. En dan was ik je grimpies, goed? Sesamstraat Journaal met de Sesamstraat Computer. Even aanzetten, de knop. Ja, zo. Vandaag heb ik een erg spannend bericht voor jullie. Over Julia. En dit hier is Julia. Wat een mooie jurk heeft ze aan, hè? Oh, ik vind hem zo mooi. Die rode strikken en al die strepen. Echt een leuke jurk, vind ik. Maar ja, Julia zelf vindt er niks aan. Die vindt het echt een rotjurk. Kijk, dit vindt Julia veel leuker. Een spijkerbroek. Die draagt ze het liefst. Of het nou warm weer is of koud weer. En of ze nou aan het spelen is of op visite gaat. Julia wil altijd die spijkerbroek aan. Maar de moeder van Julia vindt het niet altijd goed. Als Julia speelt, mag ze van haar moeder best een spijkerbroek aan. Maar als Julia naar school moet, dan moet ze van haar moeder altijd een jurk aan. Julia, haar moeder, draagt zelf ook altijd hele mooie jurken en nooit een spijkerbroek. Julia heeft heel veel jurken. Kijk, deze bijvoorbeeld. Hoe vind je die? Ik vind hem ook wel mooi, maar Julia vindt er niks aan. Die wil helemaal geen jurk aan. Ook deze jurk wil ze niet aan. Zeker niet als ze naar school gaat. En deze jurk heeft ze nog wel op de verjaardag gekregen. Maar ja, je begrijpt het al, hè. Julia wil geen jurk aan. Die wil alleen een spijkerbroek aan. Wat moeten we daar nou toch mee? Julia wil in een spijkerbroek naar school. En haar moeder wil dat ze een jurk aantrekt als ze naar school gaat. Tja, Julia's moeder is natuurlijk wel een beetje de baas. Maar het zou toch wel leuk zijn van haar moeder als Julia eens één keertje mocht aantrekken wat ze zelf leuk vond. En op een dag zei Julia tegen haar moeder: jij trekt toch zeker ook alleen kleren aan die je zelf leuk vindt? Dat was eigenlijk wel een beetje brutaal van Julia. Maar ze had wel een beetje gelijk. Haar moeder moest er eerst eens even over nadenken. En weet je wat ze toen zei? Ze zei: ach, wat kan het mij nou eigenlijk ook schelen? Als jij een spijkerbroek aan wilt naar school, dan doe je dat maar. Nou, je begrijpt dat Julia toen ontzettend blij was. Ze gaf haar moeder een dikke zoen en ging in haar spijkerbroek naar school. Haha, leuk hè? Dat was het weer voor vandaag. Dag!